Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een leuke make-up tutorial. Want vandaag gaan we weer een full face aanbrengen met niks nieuws. En dit is echt al deel 300 of zo. Als je deze video's al hebt gezien, dan weet je al wat het is als dit de eerste keer is. Dan zal ik je eventjes een snelle uitleg geven. Het is letterlijk wat de naam al zegt, een full face met niks nieuws. Dus ik ga me vandaag opmaken met make-up die ik al hier heb. Die ik misschien al heel lang niet meer heb gebruikt, die bijna op is. En dit soort video's maak ik altijd om ten eerste mijn make-up een beetje op te maken. En ik vind het ook weer leuk om wat make-up te gebruiken die ik lang niet meer heb gebruikt. Of in ieder geval niet meer op beeld. Want op beeld doe ik steeds afwisselen. En ik heb ook heel vaak een make-up die is nieuw. En die wil ik dan laten zien. En dan ga ik vooral richting die make-up. En dan is er altijd nog een heleboel oude make-up die niet meer echt wordt gebruikt. Die je niet meer ziet. En wat ik ook leuk vind aan dit soort video's is dat ik dan ook altijd een hele heftige look maak. Ik weet nog, vroeger maakte ik echt bijna in elke video een heftige look. Nu niet meer zo vaak. Dus ik vind het weer leuk om weer een echt een heftige creatieve ooglook te maken. En echt een full face met lekker veel make-up. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb echt al een hele leuke look in mijn hoofd die ik ga maken. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, een paletje die ik al heel lang niet meer heb gebruikt. En echt volgens mij slechts maar 1 keer heb gebruikt. En graag weer wil gebruiken. Is dit paletje van Morphe. Dit was van hun kerstcollectie volgens mij. Daarom is hij ook helemaal zo feestelijk versierd. Echt een heel mooi paletje. Met een heleboel neutrale kleuren. Kijk even hoe mooi deze kleuren zijn. Je kunt ook zien in wat voor goede staat hij nog is. Heb ik hem al ooit gebruikt? Jawel, 1 keer is hij gebruikt. Of is hij nooit gebruikt? Volgens mij heb ik hem nog nooit gebruikt, jongens. Ik zweer het, want ik zie bij geen enkele kleur dat ik hem echt heb gebruikt. Dus volgens mij heb ik hem nog nooit gebruikt of slechts 1 keer. Dus hiermee ga ik een hele mooie look maken. Ik ga ook glitters aanbrengen en het wordt weer echt een hele heftige ooglook. Dus daarom gaan we ook vandaag eerst beginnen met de ogen. Dus laten we inzoomen. Ik ga eerst beginnen met de primer van mijn ogen natuurlijk, zoals altijd. Want een goede basis is heel belangrijk. En ik ga in met mijn P. Louise Base in de kleur Rumor 01. De beste oogschaduwbasis ever. Vooral als je ingaat met echt een hele heftige look. Ik ga beginnen met deze donkste bruine matte kleur. Die heet Smoke Show. Deze is heel donkerbruin, niet zwart. Het wordt vandaag een hele mooie donkere, bruinige, smoky look. Met heel veel heftige gouden glitters. En ik ga een cut crease maken. Dus ik ga eerst de cut crease lijn zo creëren. Dan pak ik deze lichtere bruine kleur, die heet So Gorge. En daarmee ga ik de lijn een beetje uitblenden. Ik hoop dat deze kleur dat goed genoeg gaat doen. En anders moet ik nog een andere kleur erbij toevoegen. Oh ja, ik denk het wel. Deze is wel goed genoeg. En dan pak ik deze lichte matte kleur hier, die heet Glam Room. En daarmee ga ik zo heel lichtjes over de rand. Om het goed uit te blenden en goed smoky te maken. Dan ga ik met dezelfde P. Louise base de cut crease maken. En het hier mooi strak maken. Dan nu ga ik een soort van ronde ombre rondje maken. Ik kan het niet echt verwoorden, maar jullie gaan het zien. Ik ga 3 kleuren bruin gebruiken en dan van licht naar donker. En de 3 kleuren die ik ga gebruiken zijn deze. Dus dit wordt de lichtste kleur, dan deze kleur, dan deze kleur. Ik wil het hier binnen toch nog iets lichter hebben. Ik ga weer in met deze lichte kleur hier, Glam Room. En daarmee ga ik over deze eerste kleur heen om het een beetje lichter te maken. Oké, nou zoals je kunt zien is er hier nou nog een heleboel plek over waar allemaal concealer zit. En die plek ga ik invullen met deze glitters van, even kijken, Meraki Cosmetics. Stardust Glitter Shade in de kleur 24K. Is echt een hele fel gouden kleur. Matcht echt perfect met mijn achtergrond. Alles wat ik ook vandaag gebruik staat beneden in de beschrijving, mocht je het nog willen vinden. Dus nu ga ik dit helemaal volmaken met glitter. Wens me succes. Oh nee, wacht. Ik ga eerst nog deze donkere kleur gebruiken. Die ik dus ook hier in mijn crease heb gebruikt. Om een beetje een zwarte lijn hier te creëren. Als een soort van eyeliner rand. Zo, nu is het tijd voor glitters. Ik hoop dat het echt zo wordt als hoe ik het in mijn hoofd heb. Want het is een beetje moeilijk. Ik breng eerst zo de lijm aan en dan de glitter. Het is echt goed gegaan. Kijk dit. I love it. Ook zo dit rondje maken hier. Ik was een beetje bang dat het niet zou lukken. Maar het is echt goed gelukt. I love it. En als je denkt, het is heftig genoeg, het is klaar. Nee. We gaan ook nog steentjes toevoegen. Deze hier in het goud. Deze hele kleintjes. En die wil ik zo ook nog hier overheen aanbrengen, zeg maar. Jullie gaan het weer zien. I love it. Dit geeft echt nog dat beetje, dat extra pop. Jongens, deze ooglook duurt zo lang. Hoe deed ik dit vroeger gewoon bekant elke dag? Ik ben obsessed. Het is echt
goed gegaan. Ik was een beetje zenuwachtig van tevoren, maar het is echt goed gegaan. Nou is het tijd voor een mascara. Ik ga in met mijn Maybelline Curl Bounce Mascara. Deze heb ik al een tijdje niet meer gebruikt, terwijl ik vind hem gewoon wel echt goed. En dan neppe wimpers. Ik heb echt mijn go-to neppe wimpers als ik zo'n heftige look opdoe. En dat zijn deze van Shein. Dit zijn echt gewoon random wimpers. Maar deze zijn altijd geweldig met dit soort heftige looks. Dus deze ga ik weer opdoen. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Kijk even deze ooglook. Dit is zo heftig. Nou kan ik eindelijk beginnen aan het gezicht. Ik vind gezichtsmake-up doen altijd heel leuk. En er is een primer die ik echt al zeker maanden niet heb gebruikt. Maar hij is bijna op. Dus ik wil hem nou wat vaker gebruiken. Zodat ik hem kan opmaken. En dat is de NYX Bright Maker Primer. Ik weet nog dat toen ik hem net had, ik hem echt zo vaak heb gebruikt. Daarom is hij ook bijna op. Want hij is heel mooi. Hij ruikt heerlijk naar fruit, naar peaches. En hij geeft echt een heerlijke glans op mijn gezicht. Dus ik vind hem echt heel fijn nog steeds. Kijk wat voor mooie gouden gloed hij geeft. I love it. En dan foundation. Ook een foundation die ik echt al heel lang niet meer heb gebruikt. Terwijl ik er echt een hele video over heb gemaakt. En hij super duur is. Is de Pat McGrath Labs Foundation. Deze is echt like 80 euro of zo. Ik heb er ook een hele review video over gemaakt. Maar ik vind hem niet echt geweldig. Ik vind hem ook niet echt die hoge prijs waard. Dus ik heb hem al heel lang niet meer gebruikt. Ik heb de kleur medium 15. Dus deze ga ik weer gebruiken. Het is een glanzende, beetje dewy foundation. Je moet hem ook altijd echt schudden. Dus het is weer tijd om hem te gebruiken. Ik vind hem niet heel slecht of zo. Maar ook niet heel goed. Dus ik heb niet echt iets van, oh, deze mis ik echt en moet ik echt gebruiken. Maar hij is wel gewoon oké. En dan concealer. Ook weer eentje die ik heel lang niet meer heb gebruikt, maar echt geweldig is. En vroeger gebruikte ik hem echt heel vaak. En dat is de Liquid Camouflage Concealer van Catrice. Deze is wel een hele lichte kleur, 010. Maar ik ga hem gewoon alsnog aanbrengen. Alleen gewoon niet te veel, omdat de kleur dus zo licht is. Kijk even dit. Echt te licht voor mij, maar goed. We gaan hem gewoon gebruiken. Ik heb gewoon dan gewoon vandaag een hele lichte concealer. Ik wil hem gewoon per se gebruiken. Ik had wel ook een andere kleur, maar ik weet niet waar die heen is. Maar kijk, als je gewoon niet te veel gebruikt, dan maakt het niet zo uit. Ik wil toch iets meer gebruiken, want er is niet genoeg dekking zo. Tijd voor poeder. Jullie hebben in mijn laatste make-up opruimvideo gezien dat ik weer een poeder heb gevonden die ik al heel lang soortig van kwijt was. En dat is deze kleine Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. Deze lag echt helemaal achter in mijn la, dus ik kon hem niet meer zien. Dus ik heb hem al heel lang niet meer gebruikt. Deze is heel fijn. Hij heeft ook echt goede dekking. I love it. Hij ruikt ook echt heerlijk. Kijk, als je hem aanbrengt kun je al gelijk zien wat voor dekking die heeft. Hij is echt heel dikkig. Er komt echt heel veel wittige kleur van af en heel veel poeder. Maar hij is echt heel fijn. I love it. Vooral als je een vettige huid hebt, ga je deze poeder echt heel fijn vinden. Ik heb dat niet. Op mijn droge huid is hij ook oké. Maar ik denk dat vooral met een vettige huid gaat hij echt geweldig zijn. Kijk, hij heeft heel veel kleuren. En je kunt misschien een beetje schrikken omdat hij zo wit is. Maar als je het eraf haalt, gaat het gewoon helemaal weg. Kijk. En het laat gewoon een hele mooie witte, matte, zeg maar waas achter. Maar op een goede manier. Het is echt heel mooi. Het geeft echt extra dekking. En die had ik nou wel een klein beetje nodig. Wat ik ook vroeger altijd deed, maar nu niet echt meer. Maar het was wel altijd heel mooi. Was dat ik ook nog inging met een pressed poeder. Deze van Makeup Studio is echt amazing. In de kleur Yellow Beige. Deze bracht ik er nog altijd zo hier overheen aan voor extra dekking. En dat was op zich altijd wel best wel mooi. Dus die methode ga ik nou ook weer gebruiken. Dan ga ik mijn neus contouren met mijn NYX Cosmetics contourpaletje en ik gebruik deze kleur. En dan een beetje fixing spray om alles te hydrateren. Ik gebruik mijn Wet n Wild Be Mine Honey spray. Hij is bijna leeg. Ja, nou is hij echt leeg, jongens. I love it. Ik vind het zo satisfying als make-up opgaat. Ik weet, het klinkt heel raar, maar als je zoveel make-up hebt als ik, is het wel fijn als er ook hier en daar echt iets opgaat. Ik ga eventjes snel de ooglook afmaken. Ik heb hier mijn zwarte oogpot loodje van Benefit voor in mijn waterlijn. En dan ga ik die matte kleuren die ik heb aangebracht in mijn crease ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Zo, en dan pak ik deze lichte glanzende kleur hier. Die heet Born to Stun. En die gaat zo in mijn binnenste ooghoek een klein beetje om te verlichten. En met wat er nog op de kwast zit, breng ik ook een klein beetje glans aan onder mijn wenkies. Maar echt maar een heel klein beetje. En dan ook wat mascara op de onderste wimpers. Ik heb hier een beetje mascara geknoeid, maar ik ga het laten opdrogen en dan kan ik er gewoon afkrassen. Het is tijd voor bronzer. Een van mijn oude faves is MAC Give Me Sun. I love it. Echt, deze bronzer is echt doodgebruikt. Hij wil niet open, wat F. Ja, deze is echt doodgebruikt. gebruikt.
Voor blush gebruik ik een van mijn faves blush, W7 Rebel Blush in de kleur Striptease. Dit is echt zo'n neutrale kleur die bij elke look past. Echt de beste blush ever en zo goedkoop. Het is gewoon W7, like what the F. En dan voor highlighter ook eentje die ik al een lange tijd niet meer heb gebruikt. Deze Glow Obsessions Highlighter Palette van Huda Beauty in de kleur Medium. En ja, je kunt al zien welke kleur ik altijd gebruik. Deze, maar ik mix hem ook een beetje met de onderste. Oké, dan de lippen. Normaal met zo'n heftig ooglook ga ik echt gewoon voor een neutrale lipstick, anders wordt het te veel. Maar nu ben ik toch een beetje aan het twijfelen of ik toch gewoon, ja, misschien voor donkerbruin wil gaan. Een matte donkerbruine kleur om te matchen met deze donkerbruine ooglook. Zal ik het gewoon proberen? Ik ga het gewoon doen. Ik ga in met deze matte liquid lipstick van Fenty Beauty in een prachtige donkerbruine kleur. Dit is het kleur Unveil. Als het niet staat, dan kan ik er gewoon weer afhalen. Ik vind het wel leuk. Het heeft de look een beetje grungy gemaakt ofzo. Ik heb hier ook de Fenty Beauty Matte Liquid Lipstick in de kleur een Button. Die is iets lichter. Misschien breng ik die zo in het midden aan om het toch nog iets lichter te maken. Heel mooi dit. Kijk, het heeft het gewoon toch net iets lichter gemaakt. I love it. Dat was een goede beslissing. En dan als laatste fixing spray van Morphe. Deze is ook al bijna leeg, dus die gaan we opmaken. Nou jongens, dit was het dan. Wat vinden we van de look? Ik vind het super leuk. Ik vind het weer zo leuk om weer gewoon zo'n heftige look te hebben gemaakt. Het heeft me echt veel tijd gekost. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Als je vaker van dit soort video's wilt zien of vaker dit soort meer heftige looks, let me know beneden in de reacties. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik heb het echt weer gemist om zo'n look te maken. En ik vond het gewoon weer heel leuk om te spelen met make-up. Dat is echt wat me altijd gewoon blij maakt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!